Het zijn net wijven. Doe maar hoor. Zo gaat het beter. Ja, dat was bijna een doel. Minister Roy. Voorzitter. Alle ballen op Makai. Oké, Bas. Ik zal je even helpen. Ja, hoekschop. Ja. Alles goed, Annemarie? Ja. Bijna 2 uur. De keuken wordt hard gewerkt. Wajo! Dat is weer... Even 3 bij. Echt ongelooflijk. Dankjewel, San. Ik ben trots op je. Mobieltjes inleggen, Hoezo, heb je er 5 bij of zo? Heb je er 2? Ja. Oh my eentje God. Voor de week en eentje voor het weekend. Nee. Zie je die 2 dames? Dat zijn nou typisch. Je hebt er eentje met een sms-bundel en de andere met een belbundel. Sms verslaafd. Eentje staat dus wel eens nachts en de andere is... Svea zit hem een beetje te knijpen, want ze voelt gewoon dat ze, sms, dat ze de telefoon kwijt moet, maar... Het is een beetje verslaafd. Ik ga hem niet opleveren. Svea is typisch. Svea kan niet zonder telefoon. Nee, maar zit je naar beneden? Maar je hebt wel eerst de schoon meteen waar. Daar moet je nog niet op. Mis. Kom op. Gaat het lukken? Ja, kijk maar. Mag ik het zo even zien? Dan kan ik kijken waar het staat. Wat wou je kwijt, Bart? Rob is echt een man die je niet wil zien op zo'n ochtend. Ochtend? Nacht. Dan ben je nog niks. Wat kijk je blij. Uitgeslapen? Dames? Goed gedaan. Lekker uitgerust, Bart? Ja, ja. Ik wil even mijn jas. Ga je skiën? Oké. Het is echt je worst nightmare van zo'n bijna 2 uur. Heb je ook GPS op die telefoon zitten, Svenja? Nee. Dat is nou jammer, je had een andere moeten kopen. Juist. Ja, jongens. We gaan. Zeg succes, hè? Heb je thuis ook altijd zo goor? Ja, een goeie broodje. Wat zou jij van? Alvast het lege bordjes. Wat hebben we hier nou van geleerd, Ralf? Minstens 15 kilometer uit de zon, hè? Ja? Ja, meneer. Dat is toch leuk. Goedemorgen allemaal. Lekker geslapen. Was het leuk vannacht? Vannacht? Was het gezellig vannacht? Wow. Ja, lekker gegeten vannacht. Ze lagen er vroeg in. Ja, nacht te wist dat hij het zou doen, hè? En dit is heel snel ingevuld, omdat je dat hebt. Maar, nogmaals, het is niet betrouwbaar, want het zijn veel te weinig vragen. En als je een echt persoonlijkheidstest wil doen, dan zijn het iets van 100, 150 vragen. Hallo. Ja, kom maar, hier, goed zo. Schiet! Wow! Oh, kijk, een goede bal. Pak hem!
En dan gaat hij, en hij scoort! Goed gedaan, Bastiaan. Lekker soepie? Nou, de stressje van vannacht, joh, van ons feestje. Hebben we nog niet eens op? Nee. Kijk, en daar liggen de warme worsten. Ja, fritten, man. Sorry, ik liet me even gaan. En trampen voor die. Nou, kom op. Nee, doe weg dan. Gaat je goed af, Bedies? Oké, er zijn een paar spellen die we buiten gaan doen. We gaan een spel daar, bekersvoetbal doen. Hallo. Bekersvoetbal, aan hier gaan we zitten het volleybal. Zitten het volleybal, joh. Ja, Laurens, kom maar! Laurens, kom maar! Ik kan het niet redden, man! Het is heel belangrijk. Ze zit echt... Waar is de bal? Ja, ja! Wat een schattig fotootje. Enig. Ah, jammer! Ja, ik ook even. Wij zijn op hoge kraag. Ik geloof niks. Erg intiem, jongens. Gaat alles volgens plan, Guido? Helemaal. Gaat echt fantastisch. Het weer zit mee. Iedereen zit mee. En jij zit ook mee, dus dat scheelt weer. Feit doren, feit doren. Kijk, gaat hij nu? Ja, 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 ja,
Jongens. Goed zo, Jessica. Ik heb boven Emma. Ja. Shit. Gewoon. Ja. Hey Ralf, jij mag Santé. Oh, fijn joh. Zo gaat u weer in. Mag ik even passen? Nee. Hilde, zit niet genoeg water op. Jullie kunnen er niks van. Komt ie. Lily. Oh, hij was wel in mijn mond, Hilde. Hey, mogen het ook een twee keer vangen? Ja, vangen? Ja, die komt zo als we hebben hier nog een vrijwilliger. Hey, wat is dit? Nee, stel nou. Ik heb het al niet op de vegen. Hebben jullie er al? Fantastisch, hè? Ja, ah, benieuwd. Ah. Kom maar. Ze komen hier trap verder. Joost! Niet zo mee, jongens. Goed zo! Bloody brilliant. Pas af. We hebben al bijna Emma verloren. Wacht op, wacht! Ik heb een klap op de schoon. Oh, dat was Emma. Ik doe dit echt niet voor mijn lol. Sorry. Hij is boven. Ik ben vast. Ik zou bijna een af om me heen slaan. Je bent in ieder geval tijd voor de groepsfoto die je zo gaan maken. Nou, dat vind ik lichtelijk ook. Ik heb hier een stukje. We hebben nog één spel. Ja.
Ik heb een pak mijn bolletje. Oké, jongens, kom maar. Eieren halen. Ja, is dat nou wat gebeurd? Er zijn sommige mensen, hè? Zoals Joost en zo. Ja, maar ik doe dat niet. Iedereen mag één eieren. Goed vast binnen, jongens. Goed vast. Daar gaat de muts weer. Slim, ja, je bent goed voorbereid. Weet je wat ik doe? Bij Bart zit hij wel. Ja, Bart heeft even kijken. Dus jij is heel zorgvuldig vastgemaakt. Wil je mij helpen? Ja. Je moet nou niet gaan gapen, hè, want dan breekt hij. Ik heb hier nog een hartslag, Guido. Ja, dat doet best wel pijn, toch, Guido? Nieuwste mode. Ik kan het niet zoveel zeggen, maar je ziet er een beetje eierig uit. Nou ja, ei of je hoofd. Beetje kippige look. Ik ga er maar vandoor. Succes. Uit, go! Hoe snel, hè? Ja, shit. Hij maakt het niet. Ja, je hebt wel een mooie badmuts ervoor op, dat scheelt. Ja, dat eitje mag je morgen koken, hoor. Oh, jongens, nog een groepsfoto. Kom. Lukt je met de apparaat? Het water is nu al lauw. Nee, hoor. Waar is het? Mijn thee doet het nu al nat. Oh, jullie doen dat heel efficiënt, zie ik. Ik heb er expres één meegenomen. Heel erg wat? Efficiënt. Oh, en dat is? Nou, het gaat allemaal heel logistiek verantwoord. Dat het weggaat. Soms is het wat moeilijker. Moet je 20 keer zeggen voor het effect hebt. Maar hoe vaker je oefent, hoe meer autoriteit je hebt, hoe beter het gaat lukken. Als je wacht op de leugen Ruben. Oh, Ruben neemt thee. Ik neem thee. Half, ik neem thee. Ja, okay? Is goed. Fijn. Op de hoek, dit hier. Wordt niet mijn baan, hoor. Volgend jaar een stadion doet, hè? Ja, is goed. Okay. Klaar voor? Over een kwartiertje gaan we stil het uit. Caroline, ga zitten. Caroline, ga zitten. En als van de zon in je wens, nee. Het vervelendste als je gaat zitten is dat je geen controle hebt op je lichaam. Caroline, ga zitten. Holy, nou pas. Jongens, dat is maar leuk. Ah. Dat was nou echt geweest. Je hebt het duim ervoor.
Oh. Half, als jij nou zegt dat het spijt. Van paal hangen, ze willen graag. Fantastisch, mooi gedaan. Ja, ik ben Sanne, heb jij dat gemaakt? Ja, oeps. Wat een mooie kleurencombinatie ook, zeg. Ja. Chocomel? Soepie. Soepie. Ja. Met walletjes erin. Lekker soepie, Frigo? Ik weet niet. Je wil echt steken. Bas, jij had ook nog niet geprobeerd? Nee, hoor. Je ziet er nou al vanaf. Ja, als ik Michel zo zie. Ja, precies. Wat kijk je gelukkig, Roelof? Ja. Heeft het echt lekker gesmaakt? Ja. Ja. Je hebt je allemaal nog even wat zeggen. Namens de hele jeugd en de leiders willen jullie bedanken voor het lekkere eten. Geen aan doen, Bart. Hier. Ik probeer dit los te krijgen. Maar het is een eitje. Hij is zo los, wacht even. Kan die daar tussendoor niet? Kijk dit hier zo. Nee, ik wacht niet. Ja. Waarom niet? De sleutel moet van het touwtje los. En dan? Zonder de kurk. Zonder iets aan te raken. Of het touwtje of fles aan te raken. En je mag niet. Je mag niks aanraken. Je mag het touwtje wel aanraken, toch? Nee, je mag het touwtje niet, de kurk en de fles niet aanraken. En de sleutel niet. En de tafel waar die op staat. Ah, het is niet de volgende. Maar als je niks mag aanraken, dan kun je die sleutel gewoon niet loskrijgen. Ja, ik denk dat je er gewoon voor branden. Ja, of je steekt bijvoorbeeld het touwtje in de fik, maar, of je slaat hem met een hamer kapot, maar daar raak je het spul niet aan. Maar. Ja, dat zou een oplossing zijn. Maar als je het kapot slaat, is de sleutel nog niet van het touwtje af. Nee. Dat is een lezersvraag voor thuis. Kijkersvraag, sorry. Hoe krijg je de sleutel los van de fles? Van het touwtje. Ja, met een brandglas kan dat. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En dan zo. Zo, ja. Dus dan doen we die hier. Ja. Eén. Dan hadden die we... Die daar. Twee. Deze is hier. Ja, en dan hebben we... Deze, dit. Oh, hè. Ja, twee. En dan hebben even we... Niet door. Guido. Nu weten we het niet meer. Net hadden we... Je moet ze altijd tegen elkaar houden, anders kun je... Geen minder Natalia, weet je? Nee. Weet ik niet. Ik denk dat je gewoon... Kan je vragen, ja, Guido? Kijk, maar... Als je ze allemaal eromheen krijgt. Ja, maar dat is niet zo moeilijk om het drie te verplaatsen. 1, 2, ja, en 3. Nou, dan is het toch klaar? Ja, nee. Nou, dan zijn we er. Goed, klaar. Ja. Opgelost. Beter? Ah, toch wel. Niet te smal, hè? Oh. Hij is te uit. Het maakt dat niks uit. Ja, misschien moet het dubbel het raden, nee. Oh. Ja, met misschien ook... Trekken, jongens. Trekken. Trekken. Oh, maar je mag niet... Ja, goed. Peter, heel goed. Ga winnen. Dat had ik echt nooit bedacht. Goed, hè? Heel goed. Echt goed. Ja. Oh. En Joost, ik kan ook eerst opbouwen en daarna mag natuurlijk. Rustig. Laat het gewoon niet. Als Machtot en Ruben elkaar vasthouden. Zo, ja? Ja, Machtot. Hey, Machtot. Ja. Oh, je hebt jou aan. Rustig. Ja. Ja, die van jou is echt wel van Bart, voor mij overstappen.
Oké, goed zo. Ja, man. Rustig. Dat is hem. Ja. Heb jij al overstappen? Ja, ben er. Oké. Okay. Ja? Wachten. Ah, oh. Staan. Die. Ja, maar de punten liggen nog niet op elkaar. Joost, jij bent de laatste. Ja, maar de punten liggen niet op elkaar. Oké, okay, spring. Hé, twee. Nee, niet springen. Dat gaat nooit goed. Naar achter lopen. Lig je lekker vast. Ik heb het niet gezien, hoor. Ja, ik vind... Ja, een kort hoekje even. Maar dat, is toch, dat scheelt wel veel hoor, over 5 of 4, want dan heb je gelijk 2 benen minder. Ja. Ja. Dus... Zat je goed, Lily? Ja, dank je. Ben. Beetje spanning erop. Ja. Oh. Ja. Rustig. Je moet op jurken, denk ik. Rustig. Rustig. En nu moeten jullie deze kant opkomen. Oh, wacht even, als wij hem zo verschuiven. Ja, lopen. Nee. Zo, en wij verschuiven hem nu deze kant op. Dus Ruben, laat me zitten. Ja. Joepie! Nee, maar, ja. Zij zijn. Dag, Ralf! Dag! Wil thuis!